Dit is een digitale handleiding voor de voorkeurweergave van de HP 300S We komen in het scherm voor de voorkeurweergave via de Setup functie. Omdat deze in het blauw geschreven is, moeten we hiervoor de Shift knop gebruiken. Met Shift, Mode, komen we in het eerste scherm van de Setup. De Setup bestaat uit twee schermen in deze handleiding... Behandelen we de functies van het eerste scherm zoals die staan in het blauwe kader aan de rechterkant. Met optie 1 kies je voor de zogenaamde tekstboekweergave. Dit is de wiskundige weergave zoals we die ook in boeken zien en zoals we die ook schrijven. De vervolgkeuze die we hier zien gaat over de weergave van het antwoord. Ons advies is om hier altijd keuze 1 te maken voor een volledig wiskundige weergave. Het resultaat is het beste te zien als we met breuken rekenen. We gaan de opgave 2 derde plus 3 vierde invoeren om dit te laten zien. We zien dat zowel de opgave als het antwoord er staat zoals we het wiskundig schrijven. Met optie 2 kiezen we voor de zogenaamde regelweergave. Met het invoeren van dezelfde opgave zien we dat de getallen in één lijn geschreven worden. We zien dat zowel de opgave als het antwoord in één lijn achter elkaar geschreven wordt met de haak als breukstreep. Met optie 3 kiezen we voor degrees, oftewel graden. Dit zien we aan de D die bovenin het scherm verschijnt. Graden is de standaard indeling waarbij een cirkel bestaat uit 360 graden. Als we de sinus van een rechte hoek nemen, is het antwoord 1. In dit geval de sinus van 90 graden is 1. Met optie 4 kiezen we voor radialen. We zien de R boven in het scherm staan. Een cirkel bestaat uit 2 pi radialen. Als we nu dus de sinus nemen van een kwart van 2 pi, dus van een half pi zien we dat dit een rechte hoek is. Het antwoord van de sinus van een half pi radialen is 1. Met optie 5 kiezen we voor gradiënten. We zien de g boven in het scherm verschijnen. Een cirkel bestaat uit 400 gradiënten. Dus de sinus van een rechte hoek is de sinus van 100 gradiënten en ook die is weer 1. In het voortgezet onderwijs waar we meestal werken. Met een cirkel met 360 graden komt dus keuze 3 het meeste voor. Let er altijd op dat boven in je schermpje de D van degrees staat, dan weet je dat je rekenmachine in de goede gradenstand staat. Met optie 6 kunnen we de rekenmachine laten afronden. Als we voor deze optie kiezen, vraagt de rekenmachine op hoeveel decimalen we willen afronden. In dit geval kies ik voor 5. Ik voer het getal in 0,987654321 en de rekenmachine rond dit getal af op 5 decimalen. Willen we dit veranderen in 2 decimalen, dan kan ik via dezelfde keuze een 2 invoeren. En de rekenmachine verandert het antwoord automatisch in een getal met twee decimalen. Moeten we afronden op hele getallen? Dan kiezen we bij optie 6 voor 0 decimalen. En de rekenmachine rekent het dan uit op 0 decimalen, dus op een heel getal. Optie 7 en optie 8 zijn keuzes voor de wetenschappelijke notatie. Met optie 7 zetten we de rekenmachine in de wetenschappelijke notatiestand. De rekenmachine vraagt dan: hoeveel getallen wil je gebruiken in de wetenschappelijke notatie? Je geeft dan het aantal getallen aan, zowel voor als achter de komma. In dit geval 3, dat is 1 getal voor de komma en 2 decimalen. Maken we nu de som 555 keer. 999? Geef je rekenmachine als antwoord 5,54 keer 10 tot de macht 5. Willen we 1 getal voor de comma en 1 decimaal? Dan kiezen we weer voor de wetenschappelijke notatie en het aantal getallen, 1 voor de comma en 1 na de comma, is dan 2. Nu geeft de rekenmachine. Twee getallen aan, één voor en één achter de comma. Willen we het antwoord zien in de normale notatie? Dan kiezen we in de setup-modus voor keuze 8. Met optie 1 kiezen we voor de normale notatie. Het wordt nu als een geheel getal weergegeven: 554.445. Tot zover de digitale handleiding voor de voorkeurweergave van de HP300S.